De missie van dit spel is zwart-wit. Denk als alle andere spelers. Bouw eerst omheen in en vul het weiland daarna met koeientokens. Plaats de roze koe er bovenop. Bepaal nu wie de cowboy of cowgirl wordt. Hij of zij leest de vragen voor. Geef tot slot alle spelers, dus ook de cowboy of cowgirl, een antwoordvel en een pen of potlood. Nu kun je gaan spelen. Elke ronde begint met een willekeurige vraag. Bijvoorbeeld, noem een fruitsoort waarmee je niet goed kunt jongleren. Alle spelers schrijven een antwoord op het antwoordvel. Het doel van het spel is hetzelfde antwoord op te schrijven als alle anderen. Dus maak het niet te gek. Zodra alle spelers klaar zijn, laat ze een antwoord één voor één zien. Ananas werd het vaakst genoemd door iedereen. Iedereen die dat antwoord heeft gegeven krijgt één koe uit het weiland. De andere twee spelers krijgen niets. Bij gelijkspel krijgt niemand een koe. En dan het belangrijkste. De roze koe. Soms is er één speler met een antwoord dat afwijkt van de andere antwoorden. Die speler moet voor straf de roze koe bij de rest van zijn of haar tokens leggen. Zolang je de roze koe in je bezit hebt, kun je nog wel koeientokens krijgen, maar je kunt het spel niet winnen. Je kunt de roze koe alleen kwijtraken als een andere speler in de volgende ronde een afwijkend antwoord geeft. Zodra dat gebeurt, verwisselt de roze koe van eigenaar. Raakt het aantal tokens met één koe in het weiland op. Gebruik de tokens met drie koeien dan als wisselgeld. Maar onthoud dat je per ronde slechts één koe kunt winnen. Blijf vragen stellen en beantwoorden. De speler die als eerste 8 koeien heeft verzameld, wint het spel. Als meerdere spelers in dezelfde ronde 8 koeien hebben verzameld, gaat het spel door tot 1 speler 9 koeien heeft. Zo blijf je doorgaan tot 1 speler het hoogste aantal koeien heeft. Zo speel je kuddegedrag. Het familiespel, waarbij je moet denken als de rest.